Kijk eens aan. Eenmaal de kreeft voor mevrouw. En voor meneer de kalfswa. Oh. Smakelijke lunch. Iedere lunch met jou is een klein feestje, Ria. Nou, dat feest is geheel wederzijds, hoor Niels. Een klein verbouwingtje, ober. Zegt u? Gaat u verbouwen? Nee, gewoon even iets weghalen. Bon appétit. Kan dat niet een andere keer? Nou, lief. Kan dat niet op een ander moment? Het heeft een klein beetje haast. Maar wat gaat u dan precies weghalen? Ja, dat kan ik niet precies zeggen, maar het is in ieder geval geen gevaarlijke stof en je kan er geen kanker van krijgen, zoals bij bijvoorbeeld, nou, ik noem maar iets, asbest. Waarom draagt u een mondkapje? Draag ik een mondkapje? Nou, ja zeg. Nou ja, hoe dan ook, daar zit geen asbest. Nee, ik vind het toch een beetje raar. Als je maar niet denkt dat wij hier 20 jaar geleden de boel hebben geïsoleerd met asbest, omdat het flexibel is, sterk en goedkoop. Niels, dit bevalt me niks. Maar kunt u ons dan vertellen wat er dan wel weggehaald wordt? Goed. Ik zal u een geheimpje verklappen. Het is stiekem toch asbest. Wat? Maar mondje dicht, hè? Maar dat is heel moeilijk te verwijderen. Nou, breekt u uw mooie hoofdje er nou maar niet over, hè, mevrouw? Maar wie gaat er nou asbest verwijderen in een vol restaurant? Sst. Asbest? Daar zit asbest in. Dat is levensgevaarlijk. Kan niet, hoor. Heeft u nu uw zin? Ik zal u nog eens een geheimpje verklappen. Knettergek. Op klaarlichte dag. Moet ik het dan s'nachts doen? Is pas echt verdacht. Wij stappen naar radar. Van de Tros. U ziet ons hier nooit meer terug. Nou, het was te proberen. En deze is voor iemand die minder kieskeurig is.